Hij zoekt een Jackie Kennedy in plaats van een Marilyn Monroe. Om hem te laten zien dat ze meer in haar mars heeft dan alleen knap, reist ze hem achterna en schrijft ze zich in op Harvard als rechtenstudent. Na een zomer hard studeren en goede cijfers wordt ze in eerste instantie afgewezen. Maar wanneer haar vriendinnen haar helpen bij haar presentatie, wordt ze uiteindelijk toch toegelaten op Harvard. Dames en heren, Legally Blonde met als cast de dames van de Aardort. Harvard, ik ben meer dan klaar. Ik ben al
naar mij luisteren, mevrouw Woods. U kunt hier niet zomaar binnenkomen vallen met zang en dans en dit soort etnische bewegingen. Dit is zeer zeker een zeer flitsende presentatie, maar eerlijk gezegd zie ik nog niet één goede reden om u toe te laten tot deze opleiding. Goed dan mijn hart, verloor u ooit uw hart, dan heeft u een idee van hoe liefde een mens soms verblindt, maar alles overwint, dan zegt u toch geen nee.